Daytime losers, nighttime heroes. Vandaag ben ik op de repetitie bij de band Harriet. Naast mij Brandon. Hey Brandon. Hoi. Ja, vertel eens iets over jullie band. Ja, wij zijn echt daytime losers. laten we eerst maar even beginnen over het liedje wat we nu net gespeeld hebben. En dat is Nighttime Hero. En dat is eigenlijk het verhaal van een doorsnee amateurband waarbij... Op leeftijd, waarbij... Beetje op leeftijd, waarbij je toch ergens het gevoel wilt hebben van... Ja, toch het podium op en toch de grote concerten doen. En het is het allemaal toch niet geworden. Maar wel heel veel plezier hebben met spelen. Dus en als je dan toch 's avonds op het podium staat... En dat je dan toch het optreden hebt en er toch naartoe leeft... En op het moment dat je bij elkaar komt in het oefenhok... En de aanhanger vol laat en dan met de spullen nergens naartoe rijdt... Helemaal naar Zevenum of, of Leunen of... Maasbree. Maasbree natuurlijk. Zwaanshoek, Berg op Zoom gaan we naartoe. Dan heb je toch het gevoel dat je toch een beetje de nighttime hero bent. En als je helemaal op het podium staat, ja, dan of er nou 10 of 100 of 1000 mensen staan... Het is en blijft gewoon heel leuk. Hiernaast mij is Thijs. Ik heb begrepen, ik weet niet of dat nog helemaal klopt... maar dat veel van jullie band bassist waren vroeger. Was jij dat ook? Ik ben ook bassist geweest, ja. Ja. Wat zijn bassisten voor mensen? Normaal gesproken wat meer teruggetrokken... wat introverter en wat rustiger binnen de band. Dus staan niet zo in een picture. En dat matcht dan heel goed? Ja, de schakelen natuurlijk. Als je dan een keer een andere rol is, het even wennen. Als je bijvoorbeeld solo moet spelen of moet gaan zingen en zoiets, dan is het toch net wat een andere rol die je in een band hebt. Ja, want en optreden dus, heb je dan een andere rol. Maar je bent geswitcht naar gitaar. Ja. Hoe komt dat in een keer? Nou, zoals de meeste begin je op een akoestische gitaar met wat kampvuurliedjes. Op een gegeven moment kwam ik bij een band... Dan is het over het algemeen op dat moment de slechtste gitarist. Die werd toen bassist. Nou, dat was ik. Dus heb ik heel veel jaren bas gespeeld. En later bij andere bands ben ik met gitaar begonnen. Ja. En het bevalt? Ja, dat bevalt goed. Ja. Ja, ja, ja. En je zingt er ook bij, zag ik? Ja, tweede stem af en toe. Leuk of zo van, het is dat moet? Nee, als het moet, dan is het leuk. Ja, ja. Ja, en het klinkt ook wel. Dus ja. Ik zou zeggen, vooral doen. Daarnaast... Marcel? Yes. Ja. Ook bassist geweest ooit? Nee, daar heb ik nooit meer plezier mee kunnen doen. wat, je altijd drummer geweest? Vertel eens iets. Ja, sinds ik 4 ben met de sokjes bezig en dat is nooit weggegaan. Okay. Dus altijd, ja. En jij bent nog niet zo lang bij de band, als ik me niet vergis? Ik denk 1 jaar of 2. En het leuke in de band is eigenlijk dat we komen op vrijdagavond bij elkaar... maken muziek, pakken een pilsje, hebben het over allerlei dingen die in die week gebeurd zijn. En we gaan weer vrolijk naar huis. En iedere keer hopen we weer dat we kunnen stoppen met werken en wereldberoemd worden. Ja, nou, misschien is dit dan de kans. Ja, nu is het. We gaan ervoor. Ja. Iedere keer weer. Ludo? Ja. Ja. Vertel eens iets over, wat waren nou echt de highlights qua optredens? Nou, de highlights voor mij persoonlijk waren... De reis naar Zwaanshoek en vooral de reis. Waar ligt dat? Dat ligt onder Schiphol. Oké. Okay. Ook van Schiphol ergens. En dat was op zich een leuk optreden, maar de reis erheen en de reis terug was zeker zo leuk. Dus dat vond ik wel een belevenis. Ja. Meer een soort van levensles. Het gaat niet om de bestemming, maar... Ja, eigenlijk het is een bepaalde vibe die je krijgt met elkaar. En dat is gewoon heel leuk. Daar doe je het eigenlijk voor. Een band is niet alleen de muziek. Ja, dus zeker niet. Hoe lang spelen jullie samen? Als ik over mezelf praat, 4 of 5 jaar ben ik hier bassist. En dat bevalt goed. Eigen werk.
dat is dat een beetje, mag ik zeggen dat dat jullie core business is en dan voeg je dat, daar wat covers bij? Of is dat verkeerd geïnterpreteerd? Nee, de core business is toch coverwerk. Oh, okay. En ja, het is gewoon leuk om eigen muziek te schrijven en te maken. En als dat uiteindelijk tot een goed nummer komt, dan neem het mee in de playlist. En soms doe je wat meer en soms wat minder. Ook afhankelijk van waar je speelt. Ja. Maar we zetten het toch altijd wel tussen. Dus we forceren het gewoon bij het grote publiek. Marcel, heb jij nog leuke anekdotes of zo die je zou willen vertellen? Nee. Oeps. Ik heb nou net geen... Ik zit net pas 2 jaar met die band. Misschien zijn daar nog anekdotes. Ik moet meteen denken aan dat wij een keer in de kroeg hebben gespeeld. Een beroemde podium hier in Horst. En dan speelden we met een andere band, de Afterparties. En op een gegeven moment werd dat allemaal... iedereen ging op het podium en het was één groot feest. Alles bij elkaar. En dat liep dusdanig uit de hand in positieve zin dat de kroegeigenaar het podium opsprong en zei: stop jongens, we moeten stoppen, want de kroeg wordt afgebroken. Dan liepen mensen met de voeten tegen het plafond. Nou, dat was voor ons ook redelijk uniek, maar dat is voor de eerste keer dat we echt het concert werd afgebroken omdat het publiek te wild werd. Hey Thijs, jullie zijn weer een opstart, zeg maar, nadat jullie nu ook zonder toetsenist verder gaan. Mensen die dit horen en denken, nou jeetje, dit vind ik echt vet. Wat voor soort dingen, waarvoor zijn jullie te boeken? Waarvoor? Eigenlijk voor alles, was mensen die deze muziek leuk vinden. Dus we hebben vaak op privéfeesten mensen die 50 worden of zoveel jaar getrouwd zijn, met pensioen gingen. We hebben op festivaletjes gespeeld, dus in kroegen gespeeld. Huiskamerconcerten bij wijze van spreken, kan ook? Ja, kan ook. Ja, we hebben ook wel eens akoestische concertjes gedaan. Dus gewoon boeken en wij kijken wat wordt gevraagd en kijken of we daar iets mee kunnen. Ik zou jullie zo boeken. Ja. Dus als je een feestje te vieren hebt waar je echt de voetjes tegen het plafond moeten of de tent afgebroken moet worden, dan moet je hier zijn. Harriet, dankjewel.